Hoe maak ik mij verstaanbaar in Spanje? Persoonskamer. Habitación para dos personas. Hoe zeg je, geef mij eens die hamer. Martillo, señor, por favor. Gracias. Een fietspomp, een stopnaald, een wekker. Het hindert niet als ik die woorden niet ken. Oh, dokter, ik voel me niet lekker. Is in Spanje no me siento bien. Hoe maak ik mij verstaanbaar in Spanje? Een saffie is daar een tequillo. En een broodje is daar van een chilio. Van Bilbao tot Malaga kan je terecht met het grootste gemak. Er is geen enkele zin in het Jordaans. Oh, er staat hier vertaald in het Spaans. Oh. Als ik die taal zo eens naga, dan praat de Spanjaard veel mooier dan wij. Weg van hier. Dame el papel de lija. Geef mij eens een stuk schuurpapier. Hoe maak ik mij verstaanbaar in Spanje? Na gewoon met dit boek in mijn zak. Een tapje daar is een en een broodje is daar panetilio. Van Bilbao tot Malaga kan je terecht met het grote gemak. Er is geen enkele zin in Jordaan. Staat hier vertaald in het Spaans. Olé! Er is geen enkele zin in Jordaans. Of hij staat hier vertaald in het Spaans. Olé! Dat is heerlijk, hè? Een heel ander cultuurtje aan de bar.